gaan 54 nieuwe scholen in Nederland het predicaat excellent aanbrengen. Ja, deze school heeft niet alleen maar fantastische onderwijs-leerresultaten, maar het is ook een school die daarbuiten heel veel doet aan talentontwikkeling. Met een sportprofiel, met een techniekprofiel, met een ondernemersprofiel, waarbij leerlingen naast een school een eigen bedrijf kunnen beginnen. En het is bovendien een school die heel veel werk maakt van een goede sfeer. Veiligheid op school is echt heel erg belangrijk. Nou, en dat bij elkaar samen maakt deze school excellent. En wat wij vooral doen is veel aandacht geven aan leerlingen, aan hun talenten, aan de kansen die ze hebben in het leven. Als je sporten leuk vindt, we hebben het sportfocus. Vind je tekenen leuk, ga je tekenen. Is techniek jouw ding? Doe je gewoon lekker techniek. De reden dat wij met het excellente traject mee wilden gaan doen, is omdat wij afgelopen jaar ontzettend veel werk hebben verricht om te bewijzen dat we echt kwalitatief een hele goede school zijn. En daarom is het ook heel fijn om uiteindelijk dat label binnen te halen, omdat je dan het echte tastbare bewijs hebt. Super trots, ik kan niet weten. Het is echt te mooi om waar te zijn, ja. Ja. Zeven jaar geleden stonden we er allesbehalve goed voor. En dat was een hele flinke, stevige stok achter de deur om met een nieuwe directie te gaan knallen en die toekomst in te gaan. En na zeven jaar jezelf excellent te mogen noemen. Wij geven gewoon les natuurlijk hier. Maar daarbuiten hebben we ook vakken als theater, dans, muziek, zwemmen, gym, waarin kinderen ook andere kwaliteiten kunnen laten zien. Apetrots, 13 scholen totaal die zich excellent mogen noemen, 6 nieuwe dit jaar, 7 vorig jaar. En dat is gewoon geweldig goed nieuws, ook een erkenning voor alle inzet die onze leraren hebben gepleegd. Dit is natuurlijk geweldig, het is ieder jaar weer een feest om de predicaat excellente school te mogen uitreiken, omdat dit de leerkrachten en de scholen zijn die laten zien hoe het kan zijn met het onderwijs in Nederland. En wat mij betreft de standaard zijn voor heel veel andere scholen, ze zijn het goede voorbeeld.